Ja, want dat is het probleem. Sinds een week is het schoolplein van de Jozefschool aan de Nassaulaan in Schiedam deels afgesloten. Met een hek en verbodsborden. Zo wordt het kinderen onmogelijk gemaakt om hier na schooltijd nog te spelen en dat is balen. Want daar staat dus ook een klimmuur en daar spelen we wel eens op. En daar kunnen we dus niet meer spelen. Het hek zou zijn geplaatst op verzoek van één directe buur. Zij zijn de ballen in hun tuin meer dan zat. Dus gaat het schoolplein nu op slot. Dit is gewoon raar. Die mensen die wonen er korter dan de school en dan gaan ze toch, hebben het zo ver gekregen. Maar één gezin die tegen heel veel mensen zijn en dan krijgen hun zin. Inmiddels bemoeien ook verschillende ouders zich met de zaak. De klagende buren willen niet voor de camera, maar zeggen alleen een voetbalverbod op het plein te willen hebben. Het hek is niet op hun verzoek geplaatst. Ik vind als jij naar school gaat wonen, vrijwillig, dat je dan niet moet gaan klagen dat de kinderen spelen om een speelterrein. Ja, we hebben handtekeningenactie gedaan, 349 handtekeningen. Tekeningen gemaakt voor nieuwe speelplaatsen als het niet meer open gaat. En we hopen dat het gewoon open gaat en dat we weer gewoon kunnen spelen en voetballen. De directeur van de Jozefschool houdt zich ondertussen onbereikbaar voor commentaar. Waardoor onduidelijk blijft wie nu echt voor plaatsing van het hek heeft gezorgd. En eroverheen klimmen is voor de kinderen geen optie. Nou, dan gaan ze echt klagen. En dan krijg je een bekeuring, geloof ik.